Simplistisch en oudbollig integratiedenken en leugens verkondigen over vluchtelingen. Het is het verdienmodel van sommige rechtse Kamerleden. En de vaste werkwijze van de populistische roeptoeters uit de xenofobe flank. En het huidige toonbeeld hiervan is VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. Want hij heeft van de VVD-fractie tijdelijk de dubieuze taak gekregen om PVV-corvée te houden op dit dossier. En aangezien hij als nieuwe woordvoerder nog in zijn stageperiode zit, was hij er onlangs als de kippen bij. Hij wilde zich echt gaan bewijzen. En we zagen hem met bijna overslaande stem, een heigerige ademhaling, twinkelende pretoogjes en een in enthousiasme bezweet voorhoofd. In een video en tijdens het vragenuurtje verspreidde hij de aantoonbare leugen dat vluchtelingen en masse hun baan zouden opzeggen om een uitkering te kunnen krijgen. En op het moment dat je werk weigert, dan zijn er ook sancties. Dan korten we je uitkering, ook als je je baan opzegt wanneer je een huis krijgt. Want doe je mee in Nederland, dan moet je werken. Het gaat hem niet om de feiten. Hij heeft met een xenofobe leugen de aandacht afgeleid van de 12 jaar aan wanbeleid die de VVD over ons land heeft uitgestort. En hij heeft daar een mooie afleiding voor aangewezen. De vluchteling. Chapeau, meneer Aartsen. U mag uzelf nu officieel een nepnieuws verspreidende populist noemen. De heer Aartsen die zal er wel trots op zijn, maar eigenlijk zou de heer Aartsen zich hier moeten voor schamen. Voordat u verder gaat, meneer Aartsen. Zou hij diezelfde kwalificatie, ik weet niet, met xenofoob, populist, weet ik het allemaal wat, opnouwen, ook als u nu eerlijk bent, ook gewoon op die bijdrage die ik net heb gedaan. Kunt u dan dat statement nog volhouden? Of zegt u van, nou, dat is misschien iets te veel voorbereid. Ik heb u zo eens gehoord, dat zwak ik misschien nog wel af. Nee, voorzitter. Ik ga dat niet terugnemen, zeg ik, in de richting van de heer Aartsen. Dat heeft ermee te maken dat ik de heer Aartsen vandaag tijdens dit debat de mogelijkheid heb gegeven om deze woorden in te slikken. En de heer Aartsen was daartoe niet bereid. Terwijl de heer Aartsen aantoonbaar onzin heeft verkondigd over statushouders. Ik zou aan hem willen vragen, is hij bereid om die woorden die achteraf gezien gewoon veel te stellig waren, terug te nemen en ook in de richting van statushouders excuses te maken dat hij op basis van beelden iets heeft geroepen over een hele groep. Ik zal kritisch zijn op al dit soort berichtgeving, omdat ik vind dat we het over een groter probleem hebben. En dat we met z'n allen ons best moeten doen om ook te achterhalen waar dit zit. Want dit is namelijk, dat soort berichten zijn ook funest, daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. Of er nou één zijn of 101, dit soort berichten zijn funest voor het draagvlak in Nederland, voor de opvang van vluchtelingen die moeten vluchten voor oorlog en geweld. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dat de heer Aartsen zichzelf baseert op welke informatie dan ook, ontslaat de heer Aartsen niet van de morele verplichting in dit huis de waarheid te spreken.